Goedendag, ik ben Jim de Koning uit 5VB en dit wordt mijn CKV eindpresentatie. Ik ga het in deze presentatie hebben over de volgende dingen, namelijk hoe vond ik mijn kunstmodule, namelijk modeltekenen. Welke opdrachten mij van vorige jaren specifiek zijn bijgebleven en ja, hoezo ik die nog kan herinneren. En ik heb als kunststelling gekozen, fotografie valt niet onder kunst. Nou, begin bij het begin. Ik had module modeltekenen gekozen, omdat ik dacht dat qua de kunstmodules pak dat mij het meeste aan. Omdat je dan gewoon, ja, je bent gewoon bezig met mensen en het leek mij gewoon het leukste om te doen. Dus ja, op het begin vond ik het een beetje apart, want we moesten eerst zeg maar alles leren. Dus hoe het gezicht liep en hoe alles in elkaar zat, hoe het gezicht eigenlijk werkte. En ik snapte eerst niet echt waarom we dat moesten leren, maar uiteindelijk vond ik het wel interessant worden. Want daardoor zie je wel dat eigenlijk iedereen een ander gezicht heeft en dat niet ieder, ja, dat er heel veel verschil zit in een mens eigenlijk. Ik vond het ook wel leuk om te doen. Vooral toen we tegenover elkaar moesten gaan zitten en portretten moesten gaan schrijven van elkaar. En dat je gewoon een uur lang bezig was met één tekening. En dat het uiteindelijk, ook al kan ik echt voor geen meter tekenen, normaal was het niet heel, was best mooi nog. Ik kan helaas geen werken ervan laten zien, want ik heb geen idee waar ze liggen. En ja, ik zou het heel graag willen laten zien, maar ja. Ja, volgens mij liggen ze nog op de vaart, maar ja, ik kan het gewoon niet laten zien. Dan over de opdrachten die mij vooral zijn bijgebleven. Ik heb daarvoor het kunstmagazine gekozen en het kunstfilmpje. En beide vooral omdat het groepsopdrachten waren en ik vind het leuk om met de groep echt iets te gaan doen. En om te kijken om een eindresultaat neer te zetten en hopen dat het goed wordt. En ik vond het vooral bij deze opdracht vond ik het heel leuk omdat je heel creatief bezig was. Dus je was echt constant ergens mee bezig en het was bijna niet dat je allemaal theorie moest opzoeken of dat je bezig was met ja, iets behalve kunst. En dat vind ik vooral het leuke aan CKV, dat je niet echt bezig bent met wel leren, maar niet echt theorie gaan leren. Het is meer gewoon van onderzoekend leren. Dat vind ik wel leuk. Bij het kunstfilmpje hadden wij gekozen voor een, zeg maar, we hadden twee dingen. We hadden rustig en heel wild. Alleen we hadden als muziek gekozen, bij het rustige hadden we juist hele wilde muziek gekozen. En bij het wilde hadden we hele rustige muziek gekozen. Omdat we het leuk vonden om de verschillen daarin te laten zien en om te kijken of dat ook beïnvloedt hoe de beelden zijn. Bijvoorbeeld als ze dan gaan balletten met hardcore eronder. Of dat dan anders aanvoelt. Of dat je nog steeds meer kijkt naar de dans of naar de muziek. En uiteindelijk bleek dat de muziek daar juist heel erg veel impact op had. Dan bij het tijdschrift vond ja, het tijdschrift was gewoon mooi geworden uiteindelijk. We hadden ook met twee vrienden van mij. En die waren allebei heel goed in het editen of het bewerken van de foto's en van de teksten en zo. En uiteindelijk was dat echt een oprecht heel mooi tijdschrift geworden. En dat was gewoon mooi. En de kunststelling fotografie valt niet onder kunst wil ik graag nog wel een beetje uitleggen. Ik vind fotografie, als je gewoon een foto maakt van de natuur, vind ik dat vaak niet onder kunst vallen. Want je maakt iets wat er al is. Het is niet dat je je eigen invloed eraan geeft, niet je eigen interpretatie. Het is gewoon letterlijk, je maakt een foto, that's it. Terwijl kunst voor mij er juist om draait, is dat een kunstenaar zijn eigen mening eraan draait. Zijn eigen, ja, gewoon zijn eigen interpretatie en hoe hij iets ziet. Terwijl als een fotograaf juist bijvoorbeeld een foto maakt van een boom en die helemaal zo gaat bewerken dat hij andere kleuren krijgt en
er heel anders uitziet en misschien er dingen bij maakt of meerdere foto's zo in elkaar knutselt dat het gewoon één grote foto wordt. Dat vind ik wel onder kunst vallen, want dat is gewoon de fotograaf of de kunstenaar. Die heeft ze totaal helemaal zijn eigen draai aan. En ja, dat valt voor mij onder kunst. En dat is ook bij andere kunstonderwerpen zo. Als iemand een kunstwerk precies gaat natekenen, vinden mensen dat ook geen kunst. Als iemand de Mona Lisa gaat natekenen, dan is het wel, ja, dit is geen kunst. Maar als je de Mona Lisa gaat natekenen met een beetje van Vincent van Gogh erin en een beetje de nachtwachtstijl en zo, dan gaan mensen dat wel als kunst zien, want je geeft je eigen draai aan. En ja, dat vind ik gewoon, ja, heel belangrijk bij kunst. Althans, dat is kunst voor mij. En ja, dit was mijn presentatie. En ja, ik hoop dat je het interessant vond.